Hallo allemaal, mijn naam is Tom. Vandaag zit ik op de Logisch server. Even kijken. Oké, mijn deur zit goed dicht. En ja, ik ben op Mushroom Island, want ik heb enorme caveronden gedaan. Even alles mooi sorteren. Kunnen jullie precies zien hoeveel ik heb gecaved. En dit heeft me wel een tijdje gekost, maar het heeft heel veel opgeleverd, zoals je ziet. Aardig wat stuff erbij weer. En het kon nog. Dus dit is alles. Echt heel veel. Het heeft een tijdje gekost. Want ik ging even zoeken. Dus ik ging hier een keer een cave gevonden. Hier zo. Dus mooi naar beneden gegroeid. Kun je nu hierin gaan. Tadaa. En heb je dit cave system. Gaat helemaal naar beneden. Heb je daar een mineshaft. En op een gegeven moment kwam ik heel ver uit in de oceaan. Dus net. Ging naar boven. En ik kwam. Nou, daar ongeveer uit, daar. En hier zit nog een enorme ravijn onder. Die ga ik andere keren helemaal uitkeven. En ja, en als je weet, dat is die mushroom. En die mushroom moet ik zeggen. Zijn de enige twee op het hele eiland nog. Je weet vast dat hier nog een soort hok stond. Maar ik heb ze allemaal meegenomen naar mijn eigen eiland. Want ik had er eerst maar twee meegenomen naar mijn eiland. Heb ik gebreed, maar die zijn allemaal... soort van door de bliksem geraakt. En ik heb hier eindelijk de portalkamer afgemaakt. Kunt die mooi zien. Oh, die klopt nog niet. Even fixen. Zo, touch. Even le ex pakken. En er zijn heel veel gas hier. Maar je ziet overal mycelium. En ik wil een mooi design hebben. Ik wil goede belichting, maar ik wilde geen torches. Ik dacht, ik doe overal jack-o'-lanterns. En dankjewel Tone en Broadcast Boy die nu online is voor het doneren van pompoenen. En ik heb toen spruce leaves gedaan, want ook. En jungles zijn heel mooi, maar jungle het beste. Maar die verkleuren wordt er helemaal heel erg grijs in de nether. Ik kan zo even laten zien wat ik bedoel, welke kleur. En birds verkleurt niet, maar die vind ik niet echt mooi. En soul sand vond ik er mooi hierbij passen. Het is overal... mushrooms. Ja, even hier langs. Weet je, ik zie jullie zo. Oké, ik ben hier bij een intersection. Het hier. Oh, hij heeft daar een portal. Nice. Want Broadcast woont in de buurt van mij, die in de jungle. Als je hier naartoe gaat, ga je naar het huis van Dutch Kamikaze. Kijken. Hij heeft nog geen minecarts, oké. En hier. Hij komt in de tempel uit. Dat is mijn tijdelijke opslag. Oké. Niet de massie stelen, hè. Speciaal teken. Maar ja, ik had het idee om als tunnel dit te doen. Een mineshaft, dat leek me wel leuk. En ja, we hebben hier allemaal oors in gedaan. Want we gaan dit allemaal decoreren. En die cobwebs zijn van mij, want ik heb een silk torch shear. Heb je misschien vorige episode gezien? Een klein clip zonder geluid erbij. Want ik had hem echt nodig. Ik wil al. Ik ga namelijk al. Mossy door. Kobbel vervangen. Want ik wil echt mossy. Zoveel mossy hebben. Mossy en iron zijn een beetje mijn status op de server, als het ware. Maar ja, dit is een klein. Dit is intersection 1. Dus hier heb je. Een dropper. En je hebt weer heel veel minecarts weg. Wauw. Die heb ik minecart genoemd. Weet jij wie al die minecarts jat uit mijn droppers? Ik mis er nu 5. Er zat 8 in. Vanmorgen zat er nog 5 in. Deze die heb ik gepakt, zie je. Ik heb er nu 1. Wauw, wordt echt veel gejat. Heel simpel, je klikt hierop, je krijgt er 1. Moet ik even terugleggen. En die kun je hier plaatsen en dan ga je daar naartoe. En het is ongeveer, we zitten nu hier, en bij X is 100 of 50 is ongeveer de nether hub. En ja, best lange track, en dit bedoel ik met het groene gras, dat is niet echt heel mooi. Dat is in de desert, en hier komt allemaal nog steen, en die gold doors heb ik geplaatst, en dan 9. Dus ik kan checken of mensen het stelen, maar dat doen we niet. Want we zijn niet een, we zijn een community server. Maar dus intersection 1, daar is de nether hub. Daar is Mushroom Island en zo, en het gebied van Dutch Kamikaze. En hier ga je naar mijn portal. Die zie je net niet in de verte.
En ik ga nog eens laten zien. Maar ik heb op dit moment geen eten bij me, denk ik. Dus ik kan die niet gebruiken. Nee, ja, ik heb die carrots. Dat is een speciaal verhaal. Je weet, ik ben echt zo'n legit survival meneertje. En ik heb wel eens carrots uit de spawn gehaald bij die farm, weet je. En gebruikt als eten. Oké, hier, deze. Als je overheen rent, ga je heel snel vooruit. En dit is de snelste manier naar, van deze intersection naar mijn Emerald Island. Ik moet hier nog allemaal netherbrick in plaatsen op de top. Maar dat gaat toch heel snel. Ice and trapdoors. Yeah. Oké, waar had ik het over? Ik had het over... Oh ja. Maar die wortel kreeg ze pas van een zombie. Tijdens het caven. En dus die wortel... Die ga ik binnenkort gebruiken om farms te maken. En ik heb die andere wortels die ik wel eens heb gegeten... Die heb ik dus nooit gebruikt om te farmen. Want dat vind ik als het ware dus niet legit. Want zo ben ik. Dat weet je vast nog niet. Maar ik ga even lopen naar mijn portal toe. En dan ben ik daar zo. Oké, laten we door de portal in gaan. Oeh, hallo. Hallo, maat. Dat doe ik altijd gewoon, voor de humor. Ah, XP is doorheen gegaan. Weet je, pak ik later wel. En de gas van Ipko is er nog steeds, maar ik ga hem binnenkort weghalen. Dat is een schrik voor mijn eiland. En ja, dit ken je vast nog niet. Ik heb, je weet vast wel de Stairway to Hell hier. Maar ik heb hem nu helemaal afgemaakt, over een glas. En hier een fall lift, zo noem ik het. En hier gewoon even een deur, om te komen. Het zit open, dan komt er een deur, gaat open. Een hidden deur. Gewoon zelf gedesigned, maar het is gewoon heel simpel, mechaniek. En doe dit, kun je gewoon doorlopen. En je valt helemaal naar beneden, heel veilig. En ja, er zijn vast wel dingen veranderd. Misschien op de vorige episode heb ik niet heel veel gesproken. Het was meer een clip episode. Maar ja, het huis is af, misschien heb ik het niet laten zien. Ik weet niet zeker. Met een deurbel. Het is er twee verdiepingen op, nu. Met een dak helemaal. En we gaan het vandaag inrichten, natuurlijk. Maar dat doe ik dus zo, maar ik wil het nu even snel kort houden. En ja, ik heb heel veel netherrack zitten te koken. Echt heel veel. Want ik heb zoveel netherrack. En ik wil het allemaal omzetten in netherbrick. Want die heb ik heel veel nodig voor mijn tunnels. En volgend opkomend project... En dit is 3 stekken quartz blocks, of quartz, nodig hakken. Maar ja, ik heb heel veel koeien hier. En je vraagt, dit pad heb ik al afgelegd. Oh ja, en dit ken je vast ook wel, het ligt nog steeds, ik moet nog opruimen. En echt chill, die emeralds. En, oh ja, even mijn x-ray machine. Het is niet echt x-ray, maar het is meer te kijken hoeveel caves ik heb opgelicht. Kun je zien, gaat aardig goed. Ik moet nog wat dingen oplichten. Dat is volgens mij een recht naar beneden graafpad. Die ik gewoon heb gevonden door middel van dit. Maar je kan het zien. Er zijn daar nog wat caves. Dat doe ik nog oplichten. En dit en daar een beetje. En dan als het er klaar is. Dan kunnen wij hier een hele goede mob spawner maken. Die heel snel is. En het hoofddoel daarvan is natuurlijk. Het krijgen van... Gunpowder. Dat heb ik nodig. En deze werkt niet meer, by the way. Dat is wel stom. Nou, ik heb wat kokobin farm gemaakt. Gewoon heel tijdelijk. Want ik zou iets doen met heel veel bruine wol. Er is nog niet van gekomen. En ik heb dit zelf gemaakt. Zelf gedesigned. Gewoon heel simpel. Ik dacht, ik zet een dropper, een dispenser neer. Doe wat eieren in. Of die dispenser wat kippen. Zitten hier vast. Die poepen eieren uit. Die komen in de chest. Door middel van die dropper. Hopper daar. Dan, ik pak ze gewoon weer op. En ik doe ze hierin, deze itemhopper. En dan schiet ze weer uit. En hoe dat werkt. In de dropper, of in de dispenser, zit een comparator aan vast. Kan ik wel heel even laten zien. En elke keer als er een item inkomt, dan geeft hij een output. Wordt meteen versterkt door die repeater. En eruit geschoten. En vlak voordat hij wordt uitgeschoten, of vlak nadat hij is uitgeschoten, komt er weer een nieuw item in. Dus... Als je alles meteen in de dispenser doet, dan werkt het niet. Dan schiet hij maar één keer. Want dan geeft hij nog steeds een output. Best wel voor zich sprekend. Maar laat ik even een tuinhuis doen dat ik al deze oors hak. En dan spreek ik jullie zo. We'll be right back.
Oké, dat was echt heel veel dit. Even hier springen. Voor de zekerheid. Nee, er is niks hier. Ah, hier wel. Maar, oh, wauw. En die kwarts ook later wel. En dit bewaar ik nog voor de Nether Tunnel. En ja, want daar hebben we nog kool voor nodig. Maar ja, hier kunnen we denk ik weer heel veel bloks van maken van redstone. Want redstone ga ik best veel nodig hebben. Want ik plan een grote storage room. En daar wordt ergens ondergronds helemaal verborgen. Met allemaal droppers. Voor elke soort item of blok komt er een aparte chest. En ja, dat ga ik echt doen. En ik ga een chest doen, daaronder een hopper. Dus ik heb heel veel iron nodig. Maar gelukkig heb ik een iron farm. Maar gelukkig heb ik zelf ook heel veel iron. Maar, of heb ik nog... Oh, ik kan er een blok van maken. Oh, wauw. 94 redstone blocks erbij. Hoe rijk kan je zijn? Het is echt veel redstone dit. En hoe ver is iron? Zo goed als bijna klaar. Ga ik even hier langs gaan om dit te laten zien. Volgens mij heb ik het nog niet laten zien, maar ik heb hier een pad gemaakt. Ik ga naar boven. En ja, een beetje bergstijl. En die komt uit bij een tree farm. Het is niet heel erg symmetrisch, maar dat fix ik nog wel, dit. En elke boomsoort die groeit mooi allemaal. Geen last van elkaar. En dus bij mijn ex, niet heel goed. Moet toch unbreaking 3 op, dan is hij perfect. En voor de rest heb ik alleen maar perfecte tools. Behalve deze, moet nog protection 4 worden, maar dat fix ik nog wel. Je moet nog respiration 3 op en dan heb ik echt de beste tools die ik kan hebben. Beter dan in mijn let's play. Maar ja, ik heb volgens mij nog niet verteld, maar ik heb daar een enorme wheat farm gemaakt. Want ik had heel veel eten nodig. Want die koeien komen later wel. Zie je, stop daar. Maar ja, het doel van dit eiland is, alles wordt opgelicht, dat nergens mobs kunnen spawnen. En ik wil jullie villagers gaan rond laten lopen. En ik wil er een soort stad van maken. Nou, dit wordt mijn huis natuurlijk, er komt echt alles in. Behalve mijn smeltsysteem, de farms en storage. Want storage komt hier ergens onder een van deze bergen. Enorme storage room, wordt gevraagd hoe het eruit gaat zien. Het wordt al enorm vet, ondergronds kluis als het ware. Maar dan heel mooie... Oh, ik ben level 30. Ik kan met zo goed even enchanten. Oké, komt die fire protection aan? Ah, nee. Onzin. Dit zijn mijn goede enchants. Oh, die kan ik net zo goed even op mijn ex zetten. Hoeveel kost dat? 13 levels. Oké, dat red ik zo wel eventjes. Maar ja, het bedoel is dat die enorme stad komt. En overal lopen villagers rond. En heel veel iron golems voor de zekerheid. En... alles wordt opgelicht. Er kunnen nergens mobs dan spawnen. Oké, dat is alles weer. Pakken. Heb ik al. Oké. En ja. Dat wordt het idee. En ga ik allemaal huizen bouwen. Echt grote huizen. Komen echt allemaal winkeltjes. Die wel ingericht zijn. Maar die verder geen doel hebben. Komt de trading outpost. We gaan traden met villagers. Er komt echt van alles, maar het gaat echt heel vet worden. Een enorme stad voor villagers. En ik woon dus in dat enorme file achter mij. Even kijken, die moet ik nog hebben. Zo. Het is aardig wat iron, genoeg voor een volledige beacon die hier ook binnen gaat komen. Ik ga binnenkort even wat op Wither Skeleton jacht. En dan kunnen we mooi een Wither bevechten. Dat lijkt me wel vet. Dan heb ik eindelijk een keer speed hier. Want ik wil heel graag speed hier. Ik kan even rondrennen. Maar ja, genoeg van dit. Ik stel voor dat wij gaan werken aan de binnenkant van het huis. Want dat wil ik al een tijdje doen. Even deze rotzooi opruimen. Weet je, ik bereid me even voor. Je vraagt je vast af, waarom ben ik level 27? Nou, ik heb even die toren weggehakt. Ik kreeg 6 stack en 38 daarvan. Dat is redelijk veel. Maar ja. Laten we aan de keuken werken. En die komt dus hier natuurlijk. En hier komt de woonkamer. En hierboven slaapkamer. Enchant. En brewing, denk ik. En de storage komt natuurlijk ergens anders. Want daar heb ik veel meer ruimte voor nodig. Maar ja, de keuken. Eigenlijk heb ik nog nooit de keuken gemaakt. Maar ik denk gewoon dat ik wel wat kan verzinnen. Ik wil sowieso een kookeiland. Ah, hij heeft emeralds. Hij is nu online. Gaan toch continu mensen weg. Roadcastboy ging net weer weg. Ging opeens weg. Daarvoor. Ah.
Niet veel. Oké. Allereerst. Het lijkt me mooi als we een koelkast erin dumpen. En die komt denk ik dan daar. Lijkt me het handigst. Oké. En daar doen we wat droppers in. Dat is natuurlijk heel wat doe ik nu weg met dat zwaard. En, oh ja, ik heb een nieuw zwaard. Heel chill. Beste mob zwaard. Nou, beste PvP zwaard kan ik beter zeggen. En... ja. Alleen ik kan die onderste niet beschieten. Misschien moet ik het toch ergens anders doen. Ik vraag vast ook obsidian bij me. Ik wil een soort checkerboard schaakbordpatroon hier ronde doen. Ik wil het liefst met wol, maar ik heb het met geen wol. Misschien zit het ook wel mooi deze twee. Maar ik weet niet echt zeker of het wel echt mooi is. Ik kan zo even kijken. Oké. Okay. Hier komt misschien de koelkast of dit, denk ik. Dan het beste. En ik gebruik droppers tegenwoordig heel veel. Alleen maar eigenlijk, want ze zijn veel goedkoper. Kosten en makkelijker te craften dan die stomme dispensers. Die doen duur jaren over. Oké, okay, dat is mooi. Ik vind ook eigenlijk dat je met een dispenser een enderpearl moet doen. En dat je schiet, degene die indrukte, dat die dan wordt getp'd, als het ware. Dus dan kan je heel makkelijk gewoon dingen neerzetten. Bijvoorbeeld een TNT cannon. En dan druk je hem aan en schiet net op tijd. Vlak voordat TNT ontploft schiet een enderpearl. En die enderpearl wordt natuurlijk weg zo de TNT. Dus dan kun je heel makkelijk een soort TP station inzetten. Dus dan maak je hier een TNT cannon met allemaal dispensers vol met TNT. Hier ook een dispenser met een enderpearl. Druk je een button in. En de TNT wordt ontploft. En vlak voordat TNT ontploft komt er een enderpearl uit de dispenser. Die wordt geschoten als het ware. Net alsof je dit doet. En enderpearl wordt helemaal die kant op geschoten bijvoorbeeld. En daar woont Broadcast Boy nu ergens. Nee, dat houdt dus van mij. Dat is niet van hem hoor. Heb ik een keer geplaatst omdat ik... oh ja, jungle saplings nodig had. Oké. Okay. Let's get... back to topic. Ik wil dit hout wel denk ik samen met rode wol doen in de woonkamer. Want dat ziet er een beetje gezellig uit vind ik. En laat ik dan deze combinatie proberen. Ik denk niet dat het super mooi is. Ik heb aardig veel quartz dus ik kan wel wat missen. En ik wil sowieso iets met quartz doen in dit huis. Het is namelijk een beetje een modern huis. Even kijken. Deze mollen. Plaatsen. Best wel mooi eigenlijk. Het is wel een beetje te blauw. Niet zo mooi zwart als die. Komt natuurlijk hier ook natuurlijk. En dan komt die aan de zijkant komt iets met plantenpotten. Dat weet ik nu wel. Misschien nu hem te binnen. Gewoon wat decoratie. Ik heb genoeg obsidian, dus het kan wel mooi. Oké, okay. Dus ik kan iets met plantenpotten doen. Even wat ophalen. Hallo man. Ja, en er komt binnenkort een storage room. Volgende episode. Wat een reusachtige. Ah, hij is er weer. Dutch. Oh. Even hier naartoe. Oké, okay. Plantenpotten, waar zijn die? I am back. Of course. Your... heb ik die wel? Ik heb klei. Dat ook nodig. Kool. En ik kan ze even net zo goed verdelen. Hier zo. Gaat iets sneller. Oké, ik durf nu. Oh ja, ik heb het nooit echt laten zien aan jullie. Maar... here it is. De enige echte. Hij is awesome, hè? Ik weet het. Oké, okay, nu dat het toch even bezig is, kan ik deze alvast plaatsen hier zo. Het is hem, hem. Het is heel slim voor mij, als ik hier gewoon een watersource doe, heb ik ook gelijk, oh ja. Hier zit mijn deurbel. Misschien ook weer niet heel handig. Even kijken, dirt. Nee, ik kan hier niks overheen doen. Dat is jammer, ik dacht, misschien kan ik even een water source hier doen.
Het is altijd handig om wat water te hebben. Misschien kan het hier wel. Ja, het kan wel. Oké. En hier. Dan nemen we het water. Waarom heb ik twee buckets bij me? Zo onnodig. Doen we die hierop. En dan heb je een nier. Ho. Dat is niet de bedoeling. Oké. En dan heb je hier unlimited water source. Een beetje verborgen. Het valt wel een beetje op. Misschien. Ja. Ik zie waarop ik het houd. Het is wel handig. Oké. Plantenpotten. Zo. Oh, ik hou van nieuwe craften. Dat is echt perfect. Oké. Misschien staan die wel. Ik weet, die zijn het mooist, maar die wil ik een beetje. Nee, weet je. Neem ik van die. Ik heb heel weinig jungle en ik moet iets meer saplings hebben van de farm. Dan wacht ik er eens even mee. Oké. Ja. En er moet hier ook natuurlijk heen komen. Oké, dat is wel een vet idee dit. Oké, hier moet natuurlijk kwarts komen. En die vloer moet iets meer doorlopen. Ik weet het nu al. Die vloer gaat hier ook doorlopen. Ja, doe ik het even. Ik kan net zo goed nu alvast, dan later. Oké, die en die. Dat is het verkeerde. Dat is een heel erg duur blok. Als jullie een betere vloer hebben, ik wil wel zwart en wit, crossboard. Zeg het maar. Misschien is wol gewoon wel het beste. Maar ja, ik wil wat variatief, is dat het woord? Variëren, dat kan ik beter zeggen. Ik wil een keer wat variëren. Aangezien dit het niet is gedaan door iemand, denk ik. Nou, ik hou het wel, denk ik. Ik vind het wel eens wat chill. En ja, ik laat dat hier doorlopen dan. Nee, dat is niet. Die speak. Nee, ik record. Dan kan ik hier mooi een gang doen, als het ware. En dan komt hier de vloer van de kamer. Oké, verder. Een oven. Ik moet twee ovens hebben. Alleen. Als ik nou hierheen doe. En hierheen. Of nee. Nee. Hey, de deur is weg. Dat kan kloppen, want ik had de vloer net gemold. Oké. Beetje opschieten hier. Oké, deze dingen blijven gewoon erin. Allereerst een kraan. Oké, tripwire. Volgens mij heb ik zelf nog tripwire uit de jungle temple. Ja, deze komt uit de jungle temple. En een hopper? Nee, een cauldron is beter, denk ik. Als afwasbak. Denk ik wel, ja. Ja. Want hopper is wel goed. Ziet wel cool uit. Maar hier kan wel ook weer water in. Dus dit is eigenlijk wel beter. Oké. Niet echt heel handig voor mij. Ik kan hier niks op plaatsen. Hoe zou dit eruit zien? Niet verkeerd, moet ik zeggen. Maar hier kan geen water in. Dus dat is het probleem. Dan maar hier. Of. Ik wil hier wel iets mee koken. Tja. Wat ziet er het mooiste uit van deze twee? Ja, de cauldron. Sowieso de cauldron. Maar hoe krijg ik hier nou een goede? Die koeien worden een beetje irritant. Ik moet echt een goed hok maken. En kijk eens. Waarvoor hebben we deze gemaakt? Nou, hiervoor. Zo. Ziet wel een beetje afgesloten uit dit. Een beetje in een hoekje gedumpt. Maar ja, kan wel. Oké, dan wil ik hier een koffiezetapparaat doen. Gewoon hier. Zo, mooi. En dan hier de ovens. Ja. Dus. Stop daar met dat. Irritant. Oven. Zo. En hier een gasfornuis. Maar hoe kan ik een gasfornuis creëren?
Nu vraag ik me iets af. Nu vraag ik me echt iets af. Nu vraag ik me echt iets af. Zou het werken? Zou het werken? Zou het werken? Oh yeah, hij kan zichzelf in de fik steken. Oké. Okay. Dan weet ik het al. Een gasfornuis. Oh. Dat weer. Niet erg. Oké, dat is vet. Dit is wel vet idee, vind ik. Oké. Wat kan ik hier nog doen? Wat hoort in de keuken? Ik heb oven. Ik heb gasfornuis. Ik heb koelkast. Dit. Koffiezetapparaat. Etenstorage of zo. Ja, waarom niet? Even chest. Oké. Het eten pakken. Wat ik eens heb aan eten. Is helemaal niet veel eigenlijk. En voor mij is deze aardappel ook een aardappel die ik heb gekregen van de zombie. Dus ook een hele speciaal. Die ga ik ook binnenkort gebruiken voor een farm. Dus die, ja, ik ging binnenkort het invis maken. En ik heb nog meer eten eigenlijk. Komt nu hem op. In mijn mob drop chest. Hier en daar. Even 2 ster kool meenemen. Want dan kunnen we gelijk de furnaces uitproberen. En ik ga niet dingen doen met hoppers en zo. Niet al te fancy. Ik ga je geen hoppen boven zetten. Het wordt echt lelijk. Dat snappen jullie vast ook wel. Maar dat is wel heel handig. Maar ik ga binnenkort een auto smelter maken. Die van Icy. Die is wel handig. Ik krijg geen XP van. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want dat is meer gebruik van netherwerk en zo. Maar ja. De keuken staat. En ik ben er wel zo trots op. En wat hier komt. Ik verzin nog wel iets. Misschien kan ik hier. Dit de eettafel maken. Dat is wel aardig een goeie. Maar dan moet ik hem. Ja, ik ga hier een eettafel maken. Kan nu wel eventjes. Zo is het van Birch. Even wat Birch meenemen. En die slabs misschien ook even. Ik heb heel vaak, als we een muis openen, dan is mijn muis altijd hier. Hier, was hier. Een muis zie je zelf niet. Maar als ik elke keer mijn inventory of escape druk, is hij ook hier. Maar dat is irritant. Weet een van jullie hoe ik dat kan veranderen? Dat mijn muis op een andere plek wordt geopend. Of als ik dat op andere plekken, komt het gewoon... hier in het midden bijvoorbeeld is elke keer. Dat heb ik heel vaak. Dat is irritant. Oh, waarom plaats ik daar? Oké. Dat mis ik nog. Dat mis ik nog, mensen. Dat mis ik nog. Het belangrijkste ding. Het belangrijkste ding. Een crafting tafel. En... Haha. Nee, dat is te druk. Dat is te druk. Dat is te druk. Dit moet leeg blijven. Daar moet die komen. Oké. Perfect. Die kan hier. Oh, dat kan het natuurlijk niet. Dat is waar ook. Heb ik echt precies genoeg plantenpotten. En doen we hier gewoon weer een bloemetje. Oh, wauw. Pas. Oké. Deze even weghalen. Even. Obsidian plaatsen. Block of quartz. En ik denk dat ik weet hoe ik de tafel ga doen. Pardon. Zo. Denk ik. Ja, zo. De eettafel. En dan als stoelen... ga ik weer spruce gebruiken. Maar het moet wel een beetje variërend zijn. Even goed zetten. En... dit is goed. Even de goede rij neerzetten. Die wil ik weer terug. En science natuurlijk. Of zonde. Ik kan ook minecarts gebruiken. Die ene glitch. Oké. Tadan, tadan, tadan. Oh. Ja, ik laat hem gewoon zo. Het is een... 2-persoons eettafel. Ja. Waarom ook niet?
Nee, ik vind ze leeg mooi eigenlijk. Veel beter dat. Oké, mensen, de keuken is klaar. Met als hier. Stort voor eten. Het fornuis. Oh. Infinite waterspring. Ovens. Met eten. Even wat eten hier. Kraan. Koffiezetapparaat die heet het aanstaat, wat vet is. Dan moet ik nog fixen, dat hout eronder. Een koelkast. Wat een mooie bankjes. En ja. Dan wil ik jullie bedanken voor... Wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze episode van Blokjescraft. Hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je hem leuk, kun je een like geven of favoriet. Wil je meer zien van mij, kun je abonneren. Wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.